Nou, daar zitten we dan, Rob. Het is weer vrijdag. Het is weer vrijdag, ja. Tijd voor de vrijdagavondshow. Deze vrijdag, welke datum is het, hè? 29 volgens mij. Ja, 29ste. 29 ja. juli. Nou, laten we beginnen. Met de vrijdagavondshow! Hey! Ja, de eerste is natuurlijk altijd de prijsvragen. Ja. We hebben dit keer weer een hele leuke, maar we hebben eerst de winnaars van de vorige prijsvraag. Ja, vorige week kon je Revenge of the Titans winnen en je moest even laten weten hoe jij zo'n enorme titaan de baas zou zijn als die op je afkwam. En we hebben daar drie winnaars uit en die krijgen de game plus een t-shirt. Ja, plus een t-shirt thuisgestuurd van de ontwikkelaar en uitgever. Ja, drie leuke inzendingen. Musty die kwam aan. Ja, hij zou een vrouwelijke titaan zou die wel eventjes inhuren, zo'n hele lekkere, weet je wel. En, die zou al die mannelijke titanen zou die verleiden, zodat die mannen gingen strijden om haar en dan blijft er nog één titaan over en die zou hij gewoon zelf de tyfus in rammen. Okay. Dus dat is best wel... Gaat hij er dan vandoor met de vrouwelijke titaan of dat niet? Nou, ik weet niet. Titanen zijn misschien niet helemaal zijn ding, maar misschien. Het zou kunnen. En dan Berry66. Ja, dat is helemaal leuk, hè? Ja. Want die zegt... ik zeg gewoon dat Chuck Norris mijn beste vriend is. Ja. En dat heeft misschien wat uitleg nodig, want Chuck Norris, dit is zo'n hype op internet. ChuckNorrisFacts.com, geloof ik. En dat is allemaal coole dingen die Chuck Norris kan, zeg maar. Bijvoorbeeld eentje hadden we even uitgezocht. 911 calls Chuck Norris for an emergency, dus... Ja, het is andersom. Ja. Ga andersom, wel grappig. Oké, grappig. En we hebben nog eentje. Casper van der Pol, heeft hij niet al een keer wat gewonnen? Ik weet niet, joh. Okay. Misschien is hij gewoon heel goed in ieder geval, ik zal hem even voorlezen. Hoe versla ik een titaan, zegt Casper. Ik, hey titaan, 2 plus 2 is toch 3? En dan zegt hij, die moet jij doen dan natuurlijk. Oh ja, dan zegt hij dan, ik snap het niet. En terwijl de titaan verward is, haal ik mijn grote, monsterlijke pc tevoorschijn. En de titaan ziet dat de pc groter dan hem is en rent weg, omdat er in zijn hoofd alleen maar geweld omgaat en denkt dat hij de pc hem wil ponen. Oké. Dus de grote titaan wordt neergeramd door pc, omdat hij verward is. Gaat hij er wel vanuit dat er één titaan is? Deze heb jij uitgekozen? Ja, dat leek me wel. Hij had in ieder geval een mooi verhaaltje, dus dat leek me wel grappig. Ja. Oké, logisch. Nou, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd gasten. Jullie hebben gewonnen. De game komt jullie kant op zo snel mogelijk. Ja. En we hebben deze vrije week weer een nieuwe prijsvraag. Ja, een hele mooie. Coole. Jullie hebben natuurlijk allemaal gisteren gekeken naar onze impressie en video-impressie met de Eke van Resistance 3. Ja. En laat het nou zo zijn dat niet allemaal volgens mij, want er waren niet heel veel. Als jij dat nog niet gedaan hebt, ga meteen kijken, anders mag je niet meedoen. Nee, eerst die video's kijken van gisteren en die impressie lezen en dan meedoen aan de Resistance 3 prijsvraag. Ja, yippie. Want wij geven 3 exemplaren weg, volgens mij in combinatie met nog een pakket. Ja, dat is nog niet helemaal zeker, maar in ieder geval gaan er 3 exemplaren weggegeven worden en waarschijnlijk zitten daar 3 t-shirts bij. Dus 1 t-shirt per exemplaar. Ja. Dus je wint dan een pakketje van een game met een t-shirt, maar het kan zijn dat die t-shirts niet binnenkomen, dan krijg je die niet. Ja. Je krijgt het exemplaar thuisgestuurd, mits je wint, rond de release, want hij is nu nog natuurlijk niet uit. En wat moet je daarvoor doen, Rob? Nou, wij denken, wij hebben toch wel wat bezoekers die geïnteresseerd zijn in het bovennatuurlijke en buitenaardse. Dus wij vragen ons af, wat is het meest buitenaardse of bovennatuurlijke of alienachtig iets dat jij in je leven hebt meegemaakt? Ja. Laat het hieronder weten en de 3 tofste inzendingen. Die winnen. Ja, die dus winnen. Je kan ook zeggen van ik heb een keer een foto genomen en daar zag ik een spook op of zo. Of je hebt, weet ik veel, een keer iets meegemaakt en typ dat dan uit. Maar leukste en origineelste inzendingen winnen. Een game plus waarschijnlijk een t-shirt. Ja, dus doe mee. Yeah. Oké, verder met eerste onderwerp en dat is de kijkersvragen. De kijkersvragen, ja, we hebben er 1, 2, 3, 4, 5 even goed geteld. De eerste van Dark Lord 11, die vraagt, Sony is volop bezig met virtual reality. Wat vinden jullie hiervan? Nou, wat vind je ervan? Ja, wel leuk. Ik bedoel, waarom niet? Waarom mogen ze daar niet mee bezig zijn? Het verbetert onze maatschappij, denk ik. Nou, dat weet ik niet zozeer allemaal of het meteen een verbetering is voor de maatschappij. Het gaat vooral om de games natuurlijk voor ons. Ja. En het lijkt mij, dat is met zo'n bril op natuurlijk. En dan kun je helemaal erin rondlopen. En het lijkt mij... Ja, het lijkt me cool. Mensen hebben nu al een probleem om een brilletje op te zetten voor 3D. Dat vinden ze zo vervelend. Ja. Dus dan voor virtual reality. Dat zijn zeurders. Ja. Maar het is wel grappig. Misschien komt er wat leuks uit, maar ik verwacht dat niet op de korte termijn. Nee. Oké, Granneke. Zouden jullie ooit aan een massive multiplayer online roleplaying game beginnen? Ligt aan wat voor een het is. Als ik het me echt interesseert, maar ik vind het zo zonde van mijn tijd om er zoveel uren in te stoppen. Want voordat je daar een beetje in komt, dan zit je toch al snel in de 80 uur.
En als je dan eenmaal erin zit, dan wil je ook door. Dus dan blijf je gaan. En op een gegeven moment heb je geen leven meer, volgens mij. Maar het mooie van dat soort games is natuurlijk wel dat het constant geüpdate wordt. Er is nu natuurlijk die nieuwe patch uit voor World of Warcraft. Worden er allemaal dingen nieuw geüpdate. Mm-hmm. En dat is natuurlijk altijd wel tof. Zelf kijk ik wel uit naar The Old Republic eind dit jaar. Ja, ik wou het zeggen, ja. Lijkt me wel een mooie game worden. Ze willen dat die in 2025 nog steeds helemaal hip is, hè? Ja, op zich. Hoe lang draait World of Warcraft al? Volgens mij sinds 2003, 2004? Nee, veel eerder al, joh. Ja, volgens mij 98 of niet? Of nee, wel in 2002. Oké, 2002. Laten we het op 2002 houden. Dus die is al 9 jaar. Ja, zo. Dus 10 jaar, 15 jaar. En die gaat ook goed nog jaren mee, hoor, denk ik, World of Warcraft. Daarom. Oké, volgende vraag komt van Sammetje. Hey, dat is een nieuwe. Wat vinden jullie van de PS Vita en gaan jullie hem kopen? Kopen? Ja, we krijgen hem gewoon. Maar we zijn ook verplicht wel om hem of hem te krijgen of hem te kopen. Want wij moeten natuurlijk de recensies en het nieuws leveren. Ja. En de nieuwe shit. Nee, dus maar of we dat, of we daar, ja, ik vind het wel een cool dingetje. Maar ik moet het eerst zien en dan geloven. En ik ga het voor het eerst zien op de Gamescom. Ja. Dus dan ga ik er gewoon naar kijken en dan kom ik dan bij je terug, Sammetje. Want ik kan nu niet dingen gaan zeggen over iets dat ik nog nooit gezien heb. Oké, duidelijk. Ja. Sean, je vraagt dat websites hacken helemaal in is en of wij hier bang voor zijn. Of dat onze website gehackt wordt. Ja. Ja. Ik ben er wel bang voor. Ja? Zoals het gebeurt, zou een ramp zijn. Nee, ik denk niet dat ze ons gaan aanvallen. Nee, wij hebben niet echt wat... Wij zijn heel erg tof en zo, dus dat doen ze allemaal niet. Nee. Ja, nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren, dus ik ben er niet bang voor. En anders hebben we altijd Rob nog, die lost altijd alles op. Even tussendoor. Hij vroeg ook van, zijn de gegevens dan veilig? Nou, in ieder geval je wachtwoorden en zo wordt natuurlijk allemaal versleuteld, opgeslagen en dergelijke. Dus dat zit allemaal goed. Ja. En voor de rest zijn er niet echt heel veel gegevens die volgens mij heel erg persoonlijk zijn bij ons. Nee, je mag altijd je creditcardgegevens naar mij toesturen, maar dat hoeft niet. Natuurlijk. Nee, daarom. Dus maar dat zit allemaal wel goed. Ja. Hey, dan, en BD66, die ook net die game gewonnen heeft. Hoe heet die ook weer? Revenge of the Titans. Ja. Die zegt, wat verwachten jullie van Deus Ex? Nou, we praten laatste tijd wel elke week over Deus Ex. Hè? Ja, maar dat wordt gewoon heel erg tof. We hebben de recensie hebben we al liggen, hè? De recensie-exemplaar, want hij is oud. Die kregen we binnen. Ja, we hebben de recensie-exemplaar liggen, maar die doet Eke. Die doet Eke en die is er nog wel de komende 2 weken mee bezig. Ja, dus, zit er flink in te verdiepen. Ja. Maar mij lijkt het echt een hele vette game. Ik denk dat ik die zeker wel even ga spelen. En dat is een mooie opvulling voor de zomermaanden. Nou, mooie opvulling. Het is gewoon een hele toffe game. Dan moet niet echt opvulling meer. Met Deus Ex begint het gameseizoen eind dit jaar helemaal goed. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Ja, het is een mooie start inderdaad. Daarom. Oké, nou dat waren de kijkersvragen voor deze week. Niet zo heel veel. Volgende week hopen we weer om meer, denk ik. Ja. We hebben er misschien een paar overgeslagen, maar die vonden we niet boeiend. Nee. Jullie vragen constant naar Battlefield en Modern Warfare, maar anders komen we elke week met die games terug. Ja. En dat doen we nu met Deus Ex misschien ook, maar en zometeen komt weer wat van Battlefield langs, maar dat terzijde. Maar we hebben ze allebei nog niet echt gespeeld, dus we kunnen nog niet echt zeggen welke beter is, welke beter speelt, dat soort dingen, helaas. Nee, dus dat, Gamescom, zeg ik dan altijd. Zeker. Oké, maar de releases van afgelopen week, Rob, er kwam uit Green Lantern, The Rise of the Manhunters. Ja, voor de Xbox 360, Wii, PlayStation 3 en 3DS. Ja. En volgens mij gewoon een enorme kutgame. Hij is ook niet naar ons opgestuurd ter recensie. En dat is meestal wel een teken dat het niet heel erg tof is. Nee, het is gewoon kut. Dead Horde voor de PC. Dat is een wat kleinere titel. Die kwam uit op Steam. Dat is een indie game. Een beetje een top-down shooter is dat, zeg maar. En jij moet overleven tegen allemaal zombies. En dat lijkt me wel grappig. Ja. Ja. En hebben wij daar een recensie-exemplaar van gehad? Ik heb de makers een e-mailtje gestuurd. Gevraagd of ze die even kunnen doorsturen. Oké, dus die komt eraan. Hopelijk komt die eraan. Ja, leuk. From Dust hebben we natuurlijk al behandeld in onze nieuwe rubriek. Ook leuk. Ook als je die nog niet gekeken hebt, klik deze video weg. Ga die meteen kijken. Ja. Epische toffe shit. Nieuwe rubriek heet Nieuw Binnen. En daarin bespreken we even de eerste 10, 15 minuten van een nieuw binnengekomen game. En het eerste dat we deden was From Dust. En dat is toch wel echt een... was toch wel een coole game. Dus ga dat zeker even kijken. Is deze week dus uit. En kun je kopen. Ja. Op voor de Xbox Live Arcade. Ja, want PSN en PC komen later, hè? 1200 Microsoft Points. Zeker waard. Oké, cool. En als laatste de Smurfen Dance Party. Ja. Daarom. Smurfen. Daar is Hugo druk mee bezig. En daar kun je binnenkort een doe mee van verwachten met een dansende Hugo. Of een doe mee, een net binnen. Een nieuw misschien. Binnen. Je zegt alles verkeerd. Die rubriek heet nieuw binnen en doe mee is weer iets heel anders. Ah, kut. Maar we hebben hem niet binnen.
Nee. Smurfen. Ik wil hem wel hebben. Okay. Oeh, tjoe, tjoe. Nou, als okay. de maker is het kijken of de smurfen, dan sturen we hem naar Hugo. Als de grote smurf kijkt, sturen we hem mij op. Oké, okay, nou laten we verder gaan met de recensies van deze week. Dat is altijd een mooie aansluiting de recensies, op je doet hem altijd door de war, want op het blaadje, kijk, ik heb hier heel mooi staan releases en dan grootste nieuws en dan recensies. En Hugo had het allemaal door de war. Ik wil altijd recensies als tweede, als derde. Nou, beginnen we daar toch mee. Ja, oké, okay, nou de recensies van deze week. Earth Defense Force, Insect Armageddon kregen 7 van Eke. Ja, een beetje een shooter koop was leuk. Voor de rest een beetje een knalgame om een rustig paar dagen mee door te komen. Ja, want hij was niet de volle prijs, toch? Hij was 40 euro. Ja. Dus hij is wat goedkoper, maar het is ook wat simpeler spel. Ja. Was maar, trouwens ook actie. Met een andere shooter die uitkwam. Of waar is, die ligt voor 45 euro in de winkel in plaats van 60. Ja, ja ook niet wel een goedkopere prijs. Ja, goedkoper. Gewoon iets kortere games waarschijnlijk dan. Ja, Cars 2, de recensie van Timo. Het heeft even op zich laten wachten, want Timo is altijd een beetje traag van begrip. Maar traag van begrip ook, hè? Ja. Het is, hij is er nu 7 gaf hij. Ja. En ja, het is gewoon leuk voor de kinderen, denk ik. Het is niet echt een game. Het scheet ook wel leuk te zijn voor wat ouder publiek. Ja. Niet heel bijzonder. Niet heel bijzonder, maar wel tof voor de hele familie. Ja, daarna het laagste cijfer van de week was een 6,5 voor Een goede week dus. Air Conflict Secret Wars van Yuri. Een vlieggame, een beetje arcade vliegen, terwijl het zich voordeed als een simulatiegame. Dus dat was jammer. Ja. En het is niet echt heel erg spectaculair. 6,5 multiplayer was leuk, maar voor de rest viel het tegen. Ja. Oké, okay. Wat hebben we nog meer? Ja, weer From Dust kom ik dan tegen, 9. Nee, je slaat Baldur Dash XL over. Oh ja, Baldur Dash XL, die krijgt een 7,5 van Jelle. Ja. En we gaan eventjes pauze houden, Rob. Voor wat? Goed plan. Ja? Gewoon chill. Ja, doen we dat. Oké. Okay. Tot zo. Hey daar, met ik ben daar, Bob. Je hebt niet gedaan, maar ik heb nog een repetitie. Just you know why. Just you know why. Ja, daar zijn we weer. We kunnen natuurlijk nooit langer dan 10 minuten onze aandacht erbij houden. Dan dwaalt Hugo af. En dan, ja, moet pauze. Moeten we even pauze. Ineens komt het dan ertussen. Ja, dan moeten we leuke filmpjes kijken. Even lachen. En dan weer terug. Ja. Okay. Jullie hebben vast wel genoten, want het was weer een cool filmpje. Ja, we moeten hem nog opzoeken. Een leuk filmpje. Maar, ja, we zien wel. Okay. Hey, wat doen we? Komende release of grootste nieuws? Nee, ik wil nog heel even From Dust en Baldur Dash. Daar hebben we het net toch over gehad? Oké. Okay. Ja? Nou ja, dus ik vind gewoon From Dust een coole game. Ja, maar daar hebben we een heel speciaal item van dat ze kunnen kijken. Nou, even de komende releases. Dat zijn er maar 2. Limbo komt eraan voor de PC. Ja. En Insanely Twisted Shadow Planet voor Xbox Live Arcade. Wat een kutweek. Ja, Xbox Live Arcade. Week. Nou, het is Summer of Arcade. Dus dan heb je elke week een iets betere Xbox Live Arcade game. Proberen ze dat te doen, zeg maar. Ja. Dus misschien kunnen we van die wel wat opnemen. Even laten zien. Want ik zou totaal niet weten waar het over gaat op dit moment. Nee. En Limbo, dat blijft een toffe game. Hij kwam vorig jaar uit op Xbox Live Arcade. Vorige maand op het PlayStation Network. En nu op de PC. En nu op de PC, eindelijk. Zo komen ze wel elke keer in onze vrijdagavondshow. Ja, dat doen ze wel goed. Slimme gasten. Ja. Oké, grootste nieuws. Het laatste van deze week. Ja, er was de Battlefield... Alpha is begonnen een tijdje geleden. En de beelden lekken alle kanten op het internet. Dus dat zetten we hier vrolijk overheen. Daar kunnen jullie van genieten. Ja, maar dat is wel, dat hadden ze kunnen verwachten, toch? Ik denk dat ze dat ook wel wisten. Dat maakt ze niet zoveel uit. Nee. En het ziet er ook heel erg mooi uit gewoon. Het heel erg tof. Iedereen is enthousiast, dus het was helemaal geen slechte lek. Daarom. Kunnen we daar verder nog wat over zeggen? Nee, denk ik. Dat is gewoon cool. Ga gewoon kijken, die beelden. Ja. Komen er games naar Google Plus? Dat weet ik niet. Dat is de vraag. Oh, ze denken het wel. Ja. Ze denken dat het komt net als op Facebook, zeg maar. Dus dat je van die social media games krijgt. Mij boeit het dan niet zoveel. Ik speel het niet. Maar misschien kun je dan een boerderijtje plus bijhouden of zoiets. Of, ja, precies. Weet ik veel wat. In ieder geval... Gebruik gewoon de plusbutton op XGN, dat is veel cooler. Ja, doe dat. Is ook een leuk, leuk spel. Okay. Alle pagina's af. Ja. Ja, dat zou mooi zijn. Oké, Red Dead Redemption krijgt gratis DLC. Dat is sowieso chill. Ik vind het heel netjes van Rockstar. Dat doen ze goed. Ik vind dat wel apart dat ze nog een jaar later uitkomen met gratis DLC nu. Misschien is dat om de mensen even terug te krijgen en dan komen ze daarna misschien nog met een betaald pakketje. Kan. Ja. Of om wat nieuwe gasten, zeg maar, het is wel weer nieuws, het komt overal in de aandacht. Ja. Misschien mensen die nu zitten van, wat de fuck moet ik in deze zomer doen? Want er is nog niks, Deus Ex komt pas volgende maand. Wat de fuck moet ik deze maar zomer doen? Maar ik weet niet precies wanneer de DLC komt, want hij is nog niet uit. Oké. Maar goed, in ieder geval dat ze dus mensen het nog gaan oppakken omdat de game nu wat goedkoper is in de winkel. Ja. Dat denk ik eigenlijk. Dat kan. Misschien kan er een Game of the Year edition ook aan. Dat zou wel leuk zijn. Ja, maar wat zit er in die DLC? Voor de multiplayer nieuwe karakters en nieuwe locaties.
Ja, dat is, het is een multiplayer DLC, niet voor de singleplayer helaas. Het heet het Myths and Mavericks Bonus Pack. En hij zal gratis te downloaden zijn, dus heel tof van Rockstar. Ja, wanneer weten we dus nog niet. Ik dacht dat het eigenlijk gewoon deze week zou zijn. Volgens mij niet. Ja, Sony 55 keer aangeklaagd over het PlayStation Network. Microsoft over Kinect-technologie. Ja, het waren twee aparte berichten eigenlijk, maar ik heb ze even samen gedaan. Veel aangeklaagd in Amerika allemaal. Sony over PlayStation Network dus. En ze hebben een beetje gezeik met hun verzekeraar. Want Sony dacht, we worden aangeklaagd en er wordt allemaal geregeld door die verzekeraar. Ja. En die zegt dus, nee, Sony, het is jullie eigen schuld, los het maar op. Ja, maar dus dan in wat andere woorden waarschijnlijk, iets officiëler. Maar ja, dus dat gaat dat nog, maar hoezo, hè? Ja, omdat ze zeggen, ja, het is jullie eigen netwerk, jullie hebben het niet goed beveiligd, dus wij zijn daar niet voor verantwoordelijk als verzekeringsmaatschappij. Zoiets was het, dacht ik. Verzekeraars proberen altijd onder alles uit te komen op een of andere manier. Dat lukt ze ook altijd. Ja. En Microsoft over die Kinect-technologie van het... dat was gejat en zo weer. Dat wisten we toch al. Ik bedoel, dat kun je niet zelf verzinnen. Nou, volgens mij hadden ze het ook gekocht eigenlijk, de technologie van een Israëlisch bedrijf. Die was er eerst mee naar Nintendo gegaan. Ja. En Nintendo, die zag er niets in. Nee. En toen zijn ze naar Microsoft gegaan. En blijkbaar had dat bedrijf dus gejat van iemand anders weer. Dat weet ik niet hoe het precies zit. Maar Nintendo trouwens, daar gaat het niet zo heel erg goed mee. Want ze hebben, dat mis ik hier even, de 3DS is in prijs omlaag gegaan. Dat is geen onbelangrijk bericht inderdaad. Zo. Die ging €70, waarschijnlijk gaat hij naar beneden. Een derde van de prijs gaat eraf in ieder geval. En dat heeft wat voeten in de aarde, zal ik maar zeggen. Want enerzijds gaat dat waarschijnlijk meer verkoop opleveren. Anderzijds heb je mensen die hem al gekocht hebben, die denken van, what the fuck, krijg je 20 gratis games. Maar wat voor games? Van die virtual console troep. Het is niet dat je 20 naar de winkel mag lopen en 20 games uit de rek mag pakken. Die kosten iets van €5 per spel volgens mij, dus dan krijg je eigenlijk €100 aan gratis games. Ja. Dus het maakt het wel een beetje goed. Beetje en je goed. Hebt natuurlijk die console of die spel of die handheld 3 maanden of 4 maanden langer gehad. Ja, dat wel. Dus ze doen dat zeker wel goed. Ze maken het goed met. Ze vergeten je niet als je het al gekocht hebt, in ieder geval. Maar ja, nu krijg je dus van. Wordt er nog wel winst gemaakt op die 3DS? Dat is dan niet ons probleem. Nee, oké, is niet. Maar het is niet wel, het gamers Nintendo probleem, heeft het is wel haar verwachtingen van de winst voor het komende jaar met 82% volgens mij naar beneden bijgesteld. Ja. Door alle investeringen die naar de Wii U gaan, de tegenvallende verkoop van de Wii nu en dus de 3DS. Ja, die verkocht ook niet goed, hè, de 3DS. Nee. Dat was het. Dus daarom hebben ze dit ook gedaan. En we gaan zien hoe dit uitpakt. Ik denk dat wel heel veel mensen die console nu gaan oppakken. Volgens mij, maar de vorige DS, de DSi, console, kost volgens mij nog steeds €150 tot €180 ook. Dus die is even duur nu als een 3DS. Ja, maar die gaat meteen waarschijnlijk, of die gaat uit de schappen of die wordt ook goedkoper weer. Maar ik denk gewoon uit de schappen, want het is te duur om te maken. Nou, ik hoop eigenlijk dat hij naar de €100 gaat. En dan is het een hele mooie game met een bibliotheek aan spellen van iets van 8 jaar lang of 6 jaar lang, waar je u tegen zegt. Ja, maar ik vind het wel, voor mij is dit misschien ook nog wel een reden om een 3DS te kopen. Ja, oké. Okay. Ja, misschien nog een, Maar over handhelds gesproken, de PlayStation Vita, die is speelbaar op de Gamescom voor iedereen. Dat had ik eigenlijk net al een beetje verklapt natuurlijk. En het leuke daaraan is dat die er wel is en dus Nintendo weer faalt met de Wii U. Ja, die is er niet. Dat is heel erg jammer. Ik weet ook niet waarom, maar waarschijnlijk omdat ze niks nieuws hebben om te tonen in vergelijking met de E3. En daar is heel veel pers al geweest natuurlijk. En ze willen het nog niet tonen aan het publiek, omdat ze nog niet echt games ervoor klaar hebben. Nee, dat is misschien volgend jaar dan maar. Of komt hij al eerder? Nee, ik denk eind 2020. Dat is een mooi excuus om even te denken. Ja. Even denken, komt als het goed is, het woord gaat rond zomer 2012, najaar 2012. Ik denk najaar, Dus ik denk ergens van oktober, november 2012 dat die uitkomt. Nou ja, we zien het wel. In ieder geval, de PlayStation Vita is wel gewoon speelbaar. Goed zo, Sony. En wij gaan dat zeker volpakken. En dan zelfs voor het publiek is die speelbaar, hè? Voor iedereen. Cool. Tof. Oké, tot volgende week vrijdag, zeg ik dan altijd maar weer. Tot volgende week. Vergeet niet mee te doen met de Resistance Prijsvraag. Nee, absoluut niet. Zet je buitenaardse ervaringen in de comments op xgm.nl. En liefst ondersteund door media, want dat inderdaad niet op YouTube, moet op de site. En dan hoop ik dat we wat meer reacties krijgen dan vorige keer. Ja, het is natuurlijk een hele toffe game, grote game. Dus ik verwacht van iedereen een reactie. En dat zijn er iets van 10.000 dan hieronder. En dan kiezen we 3 uit. Oké, tot volgende week. Doei. Hoi.